Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wat wolken over Nederland, maar die wolken zijn in het algemeen vrij vriendelijk. In het zuidoosten is wel ruimte voor wat zonneschijn. En in het noordwesten zou misschien een enkel spatje regen kunnen vallen in de ochtend. Maar ook daar stellen de neerslaghoeveelheden niet veel voor. Het wordt 7 tot 9 graden in de ochtend. En vanmiddag loopt de temperatuur nog wat verder op, naar een maximum van 9 tot 11 graden. Bewolking overheerst op veel plaatsen, misschien in het zuidoosten nog een beetje zonneschijn. En de wind waait krachtig langs de kust met windkracht 6. Vanavond zou in het noordwesten al wat lichte regen kunnen vallen, maar dat is laat in de avond. En die neerslagzone die hoort bij een koufront wat in de nacht gaat overtrekken. En dan gaat het dus op meer plaatsen regenen. Morgenochtend trekt die regen naar Duitsland weg en dan klaart het vrij snel op vanuit het westen. Gaat de zon flink schijnen en wordt het 9 tot 11 graden bij een matige tot vrij krachtige wind. In het watergebied is de wind af en toe krachtig, windkracht 6. Zaterdag en zondag gaat de wind een hoofdrol opeisen. Met in de loop van zaterdag langs de kust zelfs een stormachtige wind. En ook zondag waait het nog flink. Op veel plaatsen is het droog. De droogte hoeveelheden stellen niet veel voor. Maar in het algemeen is er wel vrij veel bewolking. Ook maandag is dat nog het geval en het blijft zacht. Zondag en maandag wordt het 12 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.